we zijn maandagochtend. Het is de eerste dag na de krokusvakantie. En zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is Mia Lutje heel de vakantie ziek geweest. Och, garme. Echt mega zielig. Ze was echt heel, heel ziek. Maar ze is er aan het doorkomen. Ze heeft al 2 dagen geen koorts meer. En ze begint stilletjes aan ook net iets meer terug te eten. Want ze is ook echt wel afgevallen omdat ze echt amper gegeten heeft de hele week. Maar we're getting there. Dus heel, heel blij daarmee. Ik ben César even ontbijtje aan het geven. Ik heb havermout met shake gemaakt en hij is ermee van aan het eten. Wij zijn ons aan het klaarmaken om Sabiet Mia Lutje naar school te brengen. Ze gaat maar een halve dag vandaag. We gaan haar sowieso vanmiddag halen, zodat ze nog een beetje kan rusten. Eventueel nog een dutje kan doen vanmiddag. En César die gaat wel een hele dag naar de opvang. Ja, dus ook eens benieuwd hoe dat gaat lopen, want het is natuurlijk ook al een week geleden dat hij naar de opvang is geweest. Dus dat zal weer even wennen zijn misschien. Misschien ook niet. Misschien is hij direct terug daar helemaal op zijn plek en herkent hij het terug en weet ik veel wat. Maar we zullen zien. Maar afgelopen week was het dus ook geen opvang voor hem met de vakantie. Dus ja, ik dacht ik start gewoon een nieuwe video, want de laatste tijd is dat heel moeilijk, moeizaam gegaan. En ik dacht, we gaan er dan terug in vliegen. We gaan vandaag ook terug een klein beetje in onze normale routines komen, waar ik heel dankbaar voor ben, want dat heb ik wel echt gemist. Dus wij gaan de kindjes afzetten. Daarna rijden we door naar de fitness. Gaan we even sporten. Daarna daar nog een beetje werken. En dan zal het waarschijnlijk altijd zijn om Mia Lutje te gaan ophalen. Dus dat gaan we dan doen, hè. Ja. Maar ja, we zijn volop bezig met alles klaar te maken. En dan gaan we speed vertrekken. Wij zijn terug thuis. We hebben goed gesport. Mia Lutje die is er ook bij. Allee, moesje. En er is iets aan het proberen haar trui te doen. Maar jij bent een beetje degen niet te streken aan het doen. Ja, ze is duidelijk veel, veel beter. Dus wij heel blij. We gaan haar in bedje leggen dat ze even een dutje kan doen. Echt waar, die twee samen. En dan gaan Andres en ik ons even opfrissen en onze podcast opnemen. En hier thuis nog een beetje opruimen. En dan gaan we César al moeten gaan halen. Dus great. Maar dat is een beetje de update. Het was leuk om nog eens te sporten. Echt waar. Oké, Andres die is net vertrokken om César te gaan ophalen. Het is bijna 3:30. Ja, 3:30 al. Ik ga even. Het is dus bijna 3:30. Mia Lutje is nog steeds aan het slapen. Maar als ze tegen 4:00 nog altijd slaapt, ga ik haar wel wakker maken. Want dan is ze echt al wel lang aan het slapen. En het is natuurlijk ook wel de bedoeling dat ze straks nog wilt gaan slapen. Maar ja, ik ga even een snackje eten. En dan zullen we zien wanneer Mia Lutje wakker wordt. Of ik haar moet wakker maken of dat ze zelf wakker wordt. En ik ga hier nog even een beetje opruimen en wat dingen aan de kant leggen. En eens zien wat we vanavond gaan eten. Want we gaan sowieso dingen eten die er nog zijn. We hebben nog keiveel brood. We hebben nog overschotje van gisteren nog een heel klein beetje. We hebben in de diepvries nog wel het een en het ander van ja, diepvriesdingen zitten. Dus eens even zien wat we kunnen combineren voor ons avondeten. En Andres moet misschien nog weg vanavond, maar dat ging er nog een beetje van afhangen. Dus, maar ja, pas als de kindjes slapen. Dus op zich maakt dat ook niet zo heel veel uit. Dan kan ik vanavond gewoon nog wat lezen en zo. Rustig op het gemak, ik kan mijn dag afsluiten. Dus ja, dat is een beetje wat we aan het doen zijn nu. Maar ik ben wel heel blij, want we hebben wel goed kunnen doorwerken. We hebben trouwens ook, het is maandag nu. En op maandag om 7:00 komt er altijd een nieuwe podcast episode uit van ons. Ik weet niet of ik dat al gezegd heb in de vlog. Ik denk het eigenlijk niet. Maar wij zijn dus gestart met een podcast. The Glow Hub op Spotify. Kun je ons terugvinden. Dus ja, beluister het zeker eens. Moest je daar interesse in hebben. Dus dat hebben we ook allemaal in orde gebracht. Ik heb nog kunnen bewerken. We hebben nog wat andere dingen qua werk en zo kunnen doen. Dus helemaal top. Ik ga alleen misschien zien of ik nog een wasmachientje ga insteken. Want er is nog wel veel was. En morgen heb ik ook best wel een drukke dag. Dus ja, eens even zien. Ik ga mijn snackje eten en dan zien of Mia Lutje zelf wakker wordt.
César is terug thuis. Allee, al even. En wij zijn aan het eten. We zijn eigenlijk alles wat we hier nog in huis hebben een beetje aan het opmaken. Dus ik heb voor mezelf ook echt van alles uit de diepvries gewoon samengegooid in de pan. We hadden nog een half potje rode pesto in de ijskast staan. Daar heb ik er ook mee onder gedaan. En we hadden nog brood over van gisteren. Zotteke jij, hè? Oh, echt waar. Jij bent alles zo precies omdat jij echt een zotteke bent. Nee, maar... Oh. Ja, dat is gewoon nog een grote kapiste. Ik heb niet gebruikt. Sorry, ik ga door. Nee, maar dus we waren de laatste tijd weer meer eten aan het weggooien dat we niet gebruikten of dat we niet opmaakten. En dat is gewoon super zonde. Dus terug even een beetje opletten en zien dat we alles een beetje opmaken wat er nog is. Zodat we dat binnenkort ook weer kunnen vullen met nieuwe dingen. Gelijk onze diepvries bijvoorbeeld. Daar zitten echt nog keiveel halve zakjes van diepvriesgroenten en zo in. César, stop met knarse tanden, oh, dat is echt vreselijk. Ja, Mianou deed dat ook toen zij tanden kreeg en César doet dat nu dus ook. Gelukkig doe je dat nu niet meer, hè, schat? Nee, met jouw mooie tanden. Mianou is een wrapje aan het eten met kaas en met wrapte. Tomaatjes en paprika. Zie, César vindt uw mopjes ook niet grappig. Schat, jij vindt het ook niet grappig, hè? Dus ja, we zijn al vroeg aan het avondeten. Zodat de kindjes op tijd hun bed in kunnen subiet. Beddenbakken in. Morgen allemaal. We zijn de volgende ochtend. Andres is de kindjes naar school gaan brengen. Het is 7:40. Ik ben thuis gebleven en ik heb om 10:00 een call online. En Andres die ging de kindjes afzetten en daarna ineens door om te sporten. Maar dit was net iets makkelijker voor mij. Vanmiddag gaan we iets doen, nog voor Valentijn. Want aangezien dat Mialoetje vorige week ziek was, hebben wij heel de week gewoon thuis geweest. En hebben wij dus ook geen Valentijn gevierd. En Andres heeft iets geregeld. Het is wel heel, heel leuk. En dat zal het zo wel zijn, denk ik, voor vandaag. De belangrijkste dingen die gaan gebeuren. Maar ik heb net ook een wasmachientje ingestoken. Ik heb hier de vaatwas ook opgezet. En we zullen eens beginnen aan onze dag. Allee, aan mijn dag. Ik heb ook net ontbijtje gemaakt voor mezelf, maar dat was er nog niet van gekomen. Dus ik ga dat opeten. Ik ga even mijn planning voor vandaag een beetje overlopen. De dingen die ik zeker wil gedaan krijgen vandaag. En de rest van de week nog. En dan zien we wel. Want ik moet nog wel... ik moet voor dit weekend ook nog het een en ander regelen. Oké, voilà. Dus heel benieuwd wat we vanmiddag gaan doen. Maar als ik mijn ontbijtje op heb, dan ga ik me even douchen en opmaken. En dan zal het al bijna... Allee, dan hier nog de was ophangen en zo. En de andere was afhalen van het trekje. En dan zal het al wel bijna tijd zijn om mij klaar te zetten voor de call. Oké, ik heb mij even gedoucht en opgemaakt en aangekleed. Gewoon heel, heel simpel voor hier thuis even. Ik heb mijn haar ook niet gewassen, want Andres zei dat het iets ontspannen ging zijn. Ik denk dat we zoiets van sauna of zo, een massage of zo gaan doen. Dus dan dacht ik ga daar niet mijn haar al voor wassen, want als het dan toch terug vuil wordt door de sauna of zo, of door olie of weet ik veel wat, of producten die erop komen... Misschien ben ik helemaal verkeerd, hè. Misschien gaan we helemaal niet naar de sauna of zo. Maar ik denk dat het misschien wel zoiets gaat zijn, aangezien het ontspannen is. Lijkt me dat op zich wel een redelijk logische keuze. Dus ja, ik dacht, ik ga mijn haar nog niet wassen. Ik ga dat pas morgen of vanavond of zo doen. Maar ik ga even de was bovenal afhalen van het rekje. Dan kan ik direct de andere was ophangen. Het is nu 9:15, dus de was gaat bijna klaar zijn. En dan kan ik dat ineens doen. Oké, dat is... Check de was. Ik ga stilletjes aan naar beneden gaan en mij nog een theetje maken, nog een snackje pakken. Want het is 9:45 en om 10:00 heb ik mijn call. Dus tegen dat allemaal gebeurd is, zal het 10:00 zijn en dan zit ik op tijd klaar. Vind ik altijd wel fijn. Dus dat... Goedemorgen. I look like a mess. Sorry. Maar ja, dat is gewoon de situatie deze ochtend. Niet op de grond gooien, hè, César.
Het is woensdagochtend, het is 8 uur of zo, bijna 8:10. Andres is Mielutje naar school gaan brengen. César gaat niet naar de opvang op woensdag. Dus wij zijn gewoon rustig onze dag aan het starten. En wij hebben tot 7:30 of 7:40 of zo in bedje gelegen. Don't let it fool you. César heeft vannacht wel een aantal keren even wakker geweest. Maar dan ben ik wel blij dat hij deze ochtend toch iets langer in bed zou blijven liggen. Ik heb hem gisteravond mee bij ons in bed gepakt. Want hij viel maar niet in de slaap. En ik was echt stiek kapot. Ik was echt moe. mijn stem is een beetje aan het overslaan. Allee, een beetje. Ik voel zo'n kriebeltje in mijn keel. Heb je twee op de grond? Wel blijven zitten, event. Wel blijven zitten. Het gaat in de school niet eruit, hè. Hij wordt zo groot, dat is niet normaal. Hij is 10 maanden nu. Het is bijna 1 jaar. Mijn kleine baby is gewoon bijna 1 jaar oud. The fuck? Heb je het weer op de grond gegooid? Maar hij is echt groot aan het worden in alles. Hij is echt... Oh, so cute. Ik heb gisteren eigenlijk niet meer of niks meer gefilmd. Maar we hebben gewoon heel gezellig onze Valentijnsdate nog gehad. Allee, of ingehaald. En het was super fijn. Echt helemaal ontspannen in de sauna, in de jacuzzi. Oh, love it. Maar ik was gisteravond ook echt super moe daarvan. ik was echt moe. Dus ik ben ook echt op tijd naar bedje gegaan. Ik heb daar nog een beetje gelezen en zo. En dan ben ik in slaap gevallen. En ik denk 1,5 uur later of zo was dan César terug wakker voor de eerste keer. En dan viel hij nu terug in slaap. Dus heb ik hem mee bij ons in bed gepakt. Het duurde dan ook even voordat hij daar terug in slaap viel. En van de nacht, of van de morgen vroeg, ik denk om 5 uur of 5:30 of zo, was hij ook wakker. En was hij echt ook heel de tijd geluiden aan het maken en viel hij niet terug in slaap. Andres is dan opgestaan en uiteindelijk is hij ook wel terug in slaap gevallen. Maar dat is de update van onze nacht. Oh, schatje, ik hoop wel dat je binnenkort stilletjes aan gaat beginnen te doorslaan. Of gewoon maar 1 keer wakker worden of zo s'nachts. Ja. Je bent zo schattig, hè. Oh, het is allemaal niet erg, baby. Maar mama zou ook wel graag eens een beetje beter slapen. Ja. Ja. Maar ja, anyway, ik heb dus gisteren niet meer verder gefilmd. Dus misschien vandaag nog een beetje. En dan gaat vandaag de laatste dag van de vlog worden. Zo wil je het wel even zien dat ik dit hier een beetje kan opfrissen. Oké, ik heb mij net gedoucht en aangekleed en opgemaakt. En ik voel mij toch een beetje meer mezelf nu. Ziet er toch al een beetje beter uit. César die heeft ook net een dutje gedaan. En een dutje van 40 minuutjes of zo, 45 minuutjes. Dus ça va. Maar ik ben wel blij dat hij nog geslapen heeft. Want wij gaan subiet Mielutje halen. Het is 11:20, bijna 11:30. Dus we gaan direct vertrekken. Andres is zich nog even aan het douchen na het sporten. Allee. Hij is al gedoucht, maar hij nog even zijn haar en zo aan het doen. Maar wij gaan dus direct vertrekken om Mielutje te gaan ophalen. En dan gaan wij doorrijden naar Andres en Bomma en Bompa. Om daar deze middag nog eens naartoe te gaan. Samen te eten daar. Dus dat is wel heel gezellig. Maar ja, daarmee blij dat ik toch een beetje opgefrist ben. Ik moest ook mijn haar wassen. Dus blij dat dat ook weer gebeurd is. En volgende week kan ik eindelijk naar de kapper gaan. Want jongens, deze uitgroei... Oh, dat is echt schandalig eigenlijk. Oh. Hij gaat weer zeggen, het is weer een lang geleden, hè. Maar ja, volgende week wordt dat ook weer gefixt. Ik heb geen broek aan. Nee, ik zie het. Maar de camera is niet op u gericht, dus... Ja, maar soms doe jij zo, hé, nee. Nee, ik zal het nu niet doen. Wil jij misschien nog even van daarboven de thermos pakken? Dan kan ik nog een theetje pakken voor onderweg. Alsjeblieft. Voilà, dus we gaan ons klaarmaken. Ik heb de zak al gemaakt voor de kindjes. En dan kunnen wij ons Mielutje gaan halen op school, hè. De dag zit er alweer op. Het is 7:15 of zo, 7:20. Ja, 7:20. Beide kindjes liggen net in bedje. Ik heb net Mielutje nog mee in bedje gelegd. Andres die had nog een vergadering vanavond, dus die is om 7:00 ook vertrokken. En ik ga mij speed even ontschminken als Mielutje ook echt aan het slapen is. En dan nog een beetje lezen en dan gewoon ook op tijd in bed gaan. Want zoals ik deze ochtend gezegd heb, was het een pittige nacht, afgelopen nacht. Dus ik ga gewoon een beetje bijslapen en op tijd mijn bed inkruipen om
hopelijk morgen weer fris en fruitig te zijn voor de nieuwe dag. We zullen zien, maar ja. We kunnen maar ons best doen, hè. Filoetje is hier ook. Daar gaan we nog een beetje knuffelen, hè, schat. Ja. Beetje lezen, een beetje knuffelen. En dan naar bedje. Dus, dankjewel om te kijken. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. En zie ik jullie terug in de volgende. Bye, guys.